Zondagavond, zondagmorgen kwam ze naar me toe, zeg maar, vanavond daar een getuigenis te geven. En zondagavond heeft ze dat toen gedaan, te midden van een zaal vol met mensen. En wat ik toen heb meegemaakt, jongens en meisjes, dat zal ik nooit vergeten. Maar met dat deze mevrouw een getuigenis gaf, daalde God op een geweldige wijze in de zaal in ons midden. We met elkaar waren in zijn tegenwoordigheid. En mensen raakten verbroken. Jongens en meisjes begonnen te huilen, ouderen begonnen te huilen. En we verkeerden daar met elkaar in Gods tegenwoordigheid. En later werd er een oproep gedaan. Een oproep gedaan voor diegenen die nog nooit een hart aan de Heer hadden gegeven. Om die avond een hart aan de Heer te geven. Dat was zo indrukwekkend. Er was notabene een professor die naar voren kwam. En die voor het eerst in zijn leven zijn hart aan de Heer gaf. Die werden goed gemaakt. Ouders die samen de knieën bogen en elkaar vergeving vroegen waar hun kinderen bij waren. En dat het zelfs gebeurde dat er iemand uit een afgescheiden kerk, nou je weet hoe moeilijk het soms is om een opwekkingslied te zingen voor mensen uit een afgescheiden kerk, maar dat er een vrouw met haar hand in de lucht het lied Glorie aan God stond te zingen. Vanwege datgene wat God in hun gezin had gedaan. En dit is voor mij iets kostbaars geweest. En ik weet zeker dat de Heer in Nederland bezig is. Het feit dat we hier vanavond met zoveel jongeren zijn is een teken dat God aan het werk is. En als we nou met elkaar nadenken over de opwekking, opwekking is, dan is eigenlijk opwekking Gods soevereine daad om de sluizen van de hemel te openen, om Gods kinderen krachtig aan te raken, de gelovigen, en door en heen de stroom van levend water naar de ongelovigen te laten vloeien. Maar jullie die in de kerk zijn grootgebracht. En als God ons aanraakt, dan gaat God door ons heen de ongelovigen bereiken. En dat is mijn verlangen. Ik heb al een aantal keren ook geprobeerd om in de stad werk te gaan beginnen voor de Heer. En elke keer zegt de Heer tegen mij, ook Arjan, jij moet terug naar de reformatorische gezindten, want als daar een opwekking uitbreekt, dan gaat God jongelui, jongeren inschakelen om het evangelie in de stad te brengen. Eerst moet er een opwekking komen in onze reformatorische gezinten. En als wij vanavond aangeraakt worden door God, dan gaan wij vanavond met een vreugdevol hart, met een aangeraakt hart, gaan wij morgen terug naar school. En dan gaan we vertellen tegen die jonge lui die God niet kende, wat God in jouw leven heeft gedaan. Hoe komt het, jonge vrienden, dat er zo weinig bekeringen zijn in ons midden? Ik heb het gezegd, de Heer is onder de jeugd aan het werk. Maar hoe komt het dat jij misschien in de kerk zit? En dat je zo weinig hoort dat God nog werkt. Hoor je dat wel eens? Dat God een jongen of een meisje, een man of een vrouw in het hart grijpt. Dat zijn leven omgekeerd wordt, of dat hij mag getuigen. Misschien je oom of je tante of je vader of je moeder dat hij heeft verteld. Dat op een gegeven moment naar een kerkdienst hij of zij heeft gezegd. Eén ding weet ik was blind en nu zie ik. Ik mag ook de Heer Jezus kennen. Hoe komt het, jongens en meisjes, dat wij zo weinig om ons heen zien, ook onder de oudere generatie, dat God nog werkt, dat Hij de levende God, is en dat Jezus leeft onder ons. En juist ook in de oudere generatie, maar ook leeftijdsgenoten van jullie. Hoe komt het dat er duizenden, zo niet tienduizenden, een ongevoeligheid hebben met betrekking tot hun verloren toestand. Elke zondag in de kerk te zitten. Te weten dat je verloren bent. Te weten dat je dodelijk ziek bent. En bij de een wordt het medicijn duidelijker aangereikt dan in de andere kerk. Maar dat mensen geen gebruik maken van het medicijn. Wie het medicijn heeft uitgevonden. Oh, niemand van ons zou zo dwaas en zo stom zijn om van dat medicijn geen gebruik te maken. En nu zondag aan zondag in de kerk te zitten. En te weten dat je doodziek bent, dat je naar de hel gaat als je Jezus niet wilt kennen. En het medicijn wordt je aangeboden. En als dat misschien in de kerk onvoldoende gebeurt, dan mag ik dat vanavond doen. Dan mag ik zeggen, ik heb een verstorven zaligmaker voor ieder van jullie. 2000
2000 jaar geleden heeft de Heer Jezus aan het kruis gehangen en heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En het wordt je vanavond aangeboden. O, hoe dwaas is het om aan dit medicijn voorbij te leven. Maar hoe komt dat, jonge vrienden? Vertel mij het. Hoe komt het dat onze ouders, onze grootouders, jaar in jaar uit in de kerk kunnen zitten en te weten dat het niet goed is? En toch maar te blijven zeggen, ja, maar God moet het doen. We hebben het medicijn op ons nachtkastje. We lezen er 3 keer per dag uit de Bijbel aan tafel. S'avonds als we naar bed gaan, lezen we misschien nog uit een dagboek en uit de Bijbel. En toch, zonder Jezus in ons hart, want zijn vriendschap niet. Hij handelt nooit met jou, naar jouw zoon. Maar vanavond is hij het die de hand uitstrekt. Maar wij moeten zelf wel het medicijn innemen. Wij moeten wel zeggen, Heer, hier ben ik. Wat moeten we doen als we in nood zijn? Wat moeten wij doen? Als we een ongeluk zien gebeuren hier buiten, dan moeten we 112 bellen, want 112, daar red je levens mee. En wat moet jij geestelijk doen? Oh, niet anders. Je moet Johannes 1 vers 12 lezen. 112. Johannes 1 vers 12 lezen. En nog eens een keer lezen. Wat staat daar? Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus redding heeft alles te maken met het aannemen van Jezus. En het vertrouwen, het geloven in hem. Die nimmer beschamende rotssteen.